Welkom bij deze nieuwe instructievideo. In deze instructievideo laat ik je zien waar dat je paint.net kan vinden, het gratis fotobewerkingpakket dat wij op het Lyceum gebruiken. En ik laat je ook zien hoe dat je dat van Engelstalige versie omvormt naar een Nederlandstalige versie. Hier kan je zien in mijn startscherm dat ik enkel de gewone paint nog op mijn computer heb staan en niet paint.net. Dus ik ga dat eventjes googlen. Paint.net, als je dat ingeeft kom je op een aantal websites terecht natuurlijk. De belangrijkste staat hier van boven, getpaint.net of getpaint.net eigenlijk. Dat is de juiste website waar dat we naartoe moeten gaan. Dus ik zal ervoor zorgen dat de links ook verschijnen onderaan het filmpje in YouTube, zodat je daar rechtstreeks kan klikken. Dus je gaat er zien staan dat het zelfs op Windows 8 reeds werkt. Dat ze op versie 3.5.10 aangekomen zijn in 2011. Ondertussen weet ik van de maker dat hij aan een versie 4.0 bezig is. Hij heeft ons dat toevertrouwd dat hij daar heel veel tijd in steekt, maar dat die versie nog niet gepubliceerd zal worden. Dus voorlopig doen we nog eventjes met de 3.5. We gaan hem downloaden, dus ik druk op download. Hier rechtsboven staat download paint.net 3.5.10. Ik ga hem eventjes op mijn bureaublad installeren of downloaden. Daar komt hij binnen, slechts 3,6 megabyte groot. Ik ga ook al hier op het zip-bestand drukken, zodanig dat dat zal geopend worden wanneer die gedownload is. Daar komt hij aan, ik zal het binnen in het scherm slepen. Dus ik gebruik het programma, dat zie je hier staan, 7-zip of 7-zip om zip-bestanden open te doen. 7-zip.org staat hier ook bij, ik zal er even op klikken. Voor de mensen die het programma nog niet kennen, 7-zip is eigenlijk een file archiver, dat wil zeggen dat hij bestandjes kan maken of openen die samengestelde bestanden zijn. Of een verzameling van bestanden. Je ziet dat hier heel veel mensen gebruiken WinZip of WinRAR om dergelijke bestanden open te doen. 7-Zip is eigenlijk een gratis pakket dat zowel WinZip als WinRAR bestanden open krijgt. Je ziet het hier tussen staan, bijvoorbeeld ZIP-bestandjes, bijvoorbeeld XAR-bestanden zelfs. Kan heel veel verschillende formaten aan. Heeft ook zijn eigen formaat, 7-Zip. Maar dat is nu natuurlijk niet zo belangrijk. Je ziet dat er verschillende versies voor zijn. Ik zal het even terug dicht doen en ik open mijn 7-zip bestand. Of mijn 7-zip programmaatje waar dat mijn paint.net installatiebestand staat. Dus ik heb dat even gedubbelklikt. Hij gaat dat uitpakken uit het zipbestand. En dan gaat hij ook de installatie starten. Daar komt hij. We kunnen een quick installation doen of een custom installation. Je ziet dat bij talen hier nergens Nederlands tussen staat. Dus dat al verraadt een beetje, dat verraadt al een beetje het feit dat paint.net van nature niet Nederlandstalig is. Dus ik druk op Engels. Ik ga even de custom installation doorlopen, omdat ik graag alles in handen neem van wat dat de installatie zou kunnen bevatten. Ik druk op volgende. Je mag natuurlijk de hele license agreement gaan lezen of je drukt op I agree. Dan krijg je hier de vraag, waar wil je paint.net voor gebruiken? Mag hij de standaard editor worden voor JPEG-bestanden, PNG enzovoorts? Moet hij een snelkoppeling maken op de desktop? Ik zal dat even laten staan. En mag hij zelf ook gaan kijken naar updates? Ook dit laat ik even gewoon staan. Volgende, mag dit de folder zijn of een installatiepad waarin hij mag installeren? Uiteraard geen enkel probleem. Hij zegt, paint.net is klaar om de installatie te starten. Wat zie je nu? Creating System Restore Point. Hij gaat op dit moment eigenlijk een snapshot of een kopie nemen van mijn systeeminstellingen, van mijn Windows systeeminstellingen, zodat dat moest er iets fout gaan door de installatie van paint.net. Dan kan je eigenlijk heel eenvoudig de installatie ongedaan maken. En dan kom je terug op het punt voor de installatie van paint.net. Je ziet dat het eventjes duurt, paint.net. Paint.net is being installed. Het is niet zo'n groot pakket, maar het heeft een aantal koppelingen met de omgeving .net nodig. Dus .net is op de meeste PC's geïnstalleerd. Moest dat niet zo zijn, dan ga je zien, dan gaat hij zeker vragen, mag ik ook .net downloaden en installeren? .net is eigenlijk de programmeeromgeving van Microsoft, waar het pakket gebruik van maakt. Daarom kan het ook zo klein zijn, 3,6 megabyte, om toch een redelijk goede fotobewerker te zijn, eigenlijk voor die beperkte grootte. Je ziet dat je altijd, als je tevreden bent van het pakketje, dat je altijd mag doneren. Dat is natuurlijk altijd zeer interessant. De maker van het pakket vertelde mij dat hij daar enorm veel tijd in steekt in het ontwerpen van het pakket. Als je hem daarvoor wil belonen, dan mag je altijd via PayPal een donatie doen. Hij vertelde mij ook dat dat zeker niet verplicht is. Maar hoe meer mensen doneren, hoe meer tijd dat hij natuurlijk kan spenderen om het pakket goed en krachtig te kunnen maken. Dus je mag erop klikken uiteraard. Wat zie je hierboven ook nog? Optimizing paint.net's performance for your system.
Dus hij gaat zelf analyseren hoe goed of slecht dat je systeem eventueel is uitgerust met die .NET omgeving. En hij gaat zelf proberen dat zo goed mogelijk die koppeling te laten werken. Dus je mag hier na de installatie Paint.NET ook starten. Ik druk op Finish en je gaat zien in de eerste ogenblikken, voilà, daar zie je het al, dat dit volledig Engelstalig is. Dus je ziet hier staan Tools, Colors, dat zij in het Nederlands gereedschappen zijn, kleuren onderaan, de History en Layers. Je ziet ook aan de menubalk van boven, dat eigenlijk alles wat ik druk, zoals File, dat mij een Engelstalige interface gaat geven. Ook de helpbestanden, helptopics, die gaan je natuurlijk verwijzen naar de Engelstalige help. Goed, dat betekent dat we Nederlands hier nog over gaan moeten installeren, over de Engelstalige Paint.net. Hoe ga ik dat doen? Ik ga dat eventjes sluiten. En nu ga ik naar een juiste link moeten gaan. De link naar de online community. Ik zal even laten zien, als je teruggaat naar Paint.net, de onderste Paint.net, dan kan je hier van boven naar het forum gaan. En in het forum zijn er mensen die op vrijwillige basis Paint.net ook vertaald hebben. Dus ik druk eventjes op forum. Voor de mensen die dit op YouTube kijken, geen enkel probleem. Je kan op YouTube onderaan het filmpje, zal ik ook de link plaatsen van de Nederlandse vertaling. Dus komen op het forum van Paint.net, moeten we helemaal naar onder scrollen. Druk je op Translations and Localization. En dan gaan we zoeken naar de Nederlandse vertaling, PDN of Paint.net 3.5 Nederlands. Je drukt daarop. Of gebruik de link in het filmpje uiteraard, onderaan het filmpje. Dan weet ik uit ervaring dat we op pagina 2 van dit scherm moeten staan. Ik scroll naar beneden. En ik zoek eventjes de Nederlandstalige help. Hier staat die Nederlandstalige vertaling van het programma Paint.net. Dat is een kleine download vanaf dit forum. Je ziet ook hier, eventjes verder zoeken, de download- en installatieinstructies. Kunnen we eens een keertje op klikken. Daar staat hij. Zorg dat je de jongste standaard van Paint.net geïnstalleerd hebt. Dat hebben we er juist gedaan. Download hieronder de beschikbare Paint.net strings in het Nederlands. Pak deze uit in de installatiemap. Dat is wat ik zo dadelijk voor jullie ga doen. Meest dat is dat inderdaad in programfiles Paint.net. En daarna start je Paint.net en gebruik je Utilities Language om het Nederlands te kiezen. Ik heb uit ervaring geleerd dat deze stap vaak niet nodig is en dat hij standaard al het Nederlands kiest. Dus we gaan het programma of het bestand downloaden. Ook hier zie je dat het een zip-bestand is. Dus bij mij gaat hij het weer opnieuw openen met 7-zip. Bij jou kan dat natuurlijk WinRAR of WinZip zijn. Dus ik druk op het zip-bestand. Ook dit mag ik downloaden. Ik ga het eventjes opslaan. Als het gedownload is, kan ik erop drukken. En dan ga je zien, die bestandjes gaan zich openen in 7-zip. Dus de bedoeling was hier, pak deze uit in Paint.net installatiemap. Dus dat ga ik doen. Ik zeg uitpakken. Waar ga je dat moeten doen? In die installatiemap. Dus ik ga naar mijn C-schijf in Windows. Scroll een beetje naar beneden. Program files. En als alles goed is, moet daar een mapje Paint.net staan. Daar ga ik hem laten staan. Ik druk op OK. Opnieuw op OK. En we gaan eens eventjes kijken. Dat zal wel heel erg snel gebeurd zijn. We gaan het ook onmiddellijk testen. Druk op start. En geef Paint in. Als alles goed is, komt Paint.net tevoorschijn. Dus we gaan eens even checken of alles in orde is. Voorlopig krijg ik nog niets in het Nederlands te zien. Dus eens even kijken of we hier nu bij Utilities Language Nederlands kunnen kiezen. En nu staat hij ertussen. Ik druk op Nederlands. Hij zegt zelf, Paint.net moet opnieuw opstarten. Dus dat gaan we doen. Hij gaat zichzelf afsluiten en opnieuw openen. En zoals je nu kan zien, staat alles, bestand, bewerken en beeld in het Nederlands. Net hetzelfde als hier. Gereedschappen, kleuren, geschiedenis enzovoort. Dus nu heb je een Nederlandstalige versie van Paint.net. Je hoeft dit dus ook niet nog een keertje te doen. Je hebt alles voltooid. Dus als ik dit afsluit, gaan we een knopje moeten zien staan met Paint.net. Hier staat hij. Als ik deze nu ga starten vanaf de volgende maal, dan krijg ik Paint.net in het Nederlands. Alvast bedankt voor het kijken. Denk eraan, de links naar zowel Paint.net als de Nederlandstalige helpbestanden, die zal ik onderaan in het filmpje toevoegen. Ik zal ook een link plaatsen naar 7-zip, aangezien dit een gratis en zeer goed file archiveringspakket is. Bedankt en veel succes!